Jij bent de vrijwilligerscoördinator bij dit grote spektakel van gelijkspel met dit mooie concert. Wat is jouw taak hierin? Mijn taak is de vrijwilligerscoördinatie. En ik heb de afgelopen weken heel veel mensen gebeld, gemaild, gewoon face-to-face gesproken van wil je komen helpen bij dit geweldige project. En ja, we hebben natuurlijk hier in Almelo een enorme grote groep met vrijwilligers. Daar heb ik een heleboel vrijwilligers uit weten te enthousiast te krijgen. En daarbuiten heb ik ook weer nieuwe mensen weten te krijgen. Vanuit de omgeving, vanuit Tuberg heb ik mensen weten, nou, het klinkt wat raar, te strikken. Maar ja, we hebben ondertussen zitten we op zo'n 50 vrijwilligers. En die zorgen er allemaal voor dat dit mooie concert bijna vlekkeloos gaat verlopen. Helemaal vlekkeloos. Nou, we hebben in de aanloop naar het concert toe zijn er een aantal vrijwilligers die helpen met de opbouw. Die helpen met de hospitality, dat de crew eten en drinken krijgt. Ja, gewoon hand- en spandiensten. We hebben een hele leuke club jongens uit het AZC. Nou, die hebben hier staan buffelen gisteren. Echt geweldig. En nou, dan tijdens de concerten, dan komen er komt er echt een grote groep. Dan hebben we per avond sowieso 20 mensen staan die nou ja, hier op de tribunes de mensen de plek wijzen. De kaarten moeten gescand worden. Hier op het veld moeten ze hun stoelen aangewezen krijgen. En ja, dan moet het nou, dat moet echt goed gaan lopen. En dat, nou ja, dat heb ik nu allemaal voorbereid, dus dat gaat helemaal goed komen. Nou ja, backstage manager, nou, we hebben natuurlijk een concert en er komen artiesten en die hebben ook kleedkamers nodig. Maar die hebben ook even ruimte nodig om op zichzelf te zijn of even tot rust te komen of zich op te laden voor het optreden. En nou ja, dat hebben we hier een beetje gemaakt met de middelen die we hebben. Kijk, we zitten in tenten, omdat ja, er is natuurlijk niet zoveel kleedruimte. Twee kleedkamers voor de teams, maar niet voor zoveel artiesten. Zoals de koorbazen die komen, dat zijn 40 man. Ja, ga die maar eens even ergens inzetten. Dus, maar die kunnen hier lekker een drankje doen en even rustig opladen, opwarmen. En dan kunnen ze het podium op. En ik zorg dat alles een beetje geregeld wordt en alles een beetje mooi staat. En samen met een aantal vrijwilligers die keihard werken. Ja, en zorgen ervoor dat alles wat natje en droogje betreft aanwezig is. Ja, 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 ja. Soms zijn er ook wensen en zo, maar dat hier, vandaag valt het reuze mee. Als er maar bier is voor aan het eind. Want na het optreden vinden ze dat lekker natuurlijk. En dan kan je hier even rustig zitten. Want als je opgetreden hebt, want ik zing zelf mee met de koorbazen. Als je opgetreden hebt en je komt van het podium af, dan zit je vol met adrenaline. En dan is het ook wel even lekker dat je met elkaar even kan zitten en even kan erover hebben. Dus daar zorgen wij voor hier. Wat voor soort muziek is het? Wat moeten we daar dan bij voorstellen? Koorbaas is niet een standaard mannenkoor. Het is een koor die van Britney Spears tot Toxic. Nou ja, Toxic van Britney Spears tot wat zingen we? Bella Ciao, Smells Like Teen Spirit. Echt wel poppy nummers. Maar ook, we gaan totaal alle kanten op. En ja, men verwacht het niet. En we blazen je echt van het podium. Dus gaan we lekker kijken.